Pascal, dank u voor dit interview. Uw boek is verschillend van andere boeken, maar waarin verschilt het vooral? Mijn invalshoek, er zijn heel veel kookboeken, maar mijn invalshoek is echt wel gezondheid. Ja. Ik vind dat er te weinig rekening mee met de gezondheid wordt gehouden. Vaak, we staan zo ver verwijderd eigenlijk van wat eten doet met ons lichaam. En we zijn enkel nog bezig met smaken, vind ik het lekker, hoe smaakt het? Maar uiteindelijk, elke hap die je in je mond steekt, dat doet wel iets. Elke cel waar je uit opgebouwd bent, dat is hetgeen wat je eet. Dus als je rotzooi eet, dan ziet het er van binnen ook zo uit. Ja, je zegt rotzooi, betekent dat dan dat je vooral groenten en organische voeding promoot in je boek? Of? Vooral, absoluut. Vooral groenten, fruit, dat is echt de basis. En je gaat ook zien dat geen enkele wetenschapper, er is heel veel controverse rond het eten van wat is nu goed, wat is nu niet goed, maar geen enkele wetenschapper heeft ooit al groente of fruit aangevallen. Dus in die zin dat ik ervan uitgaan van daar zitten de meeste vitamine, mineralen, ja. Daar haal je het meeste uit. Dus je kunt wel stellen dat inderdaad groente en fruit mijn basis is, maar ook vooral minder inname van koolhydraten. Ja. Maar en zijn dat dan alle koolhydraten of richt je tot bepaalde groepen die... Vooral de geraffineerde koolhydraten, die zijn... Ja. Ik zou echt de meeste, of iedereen aanraden om dat gewoon helemaal links te laten liggen. Ja. En geraffineerde koolhydraten, dat is wit brood, dat zijn koekjes ook, dat is pasta, dat is witte rijst. Ja. Maar is dat dan verkeerd mee met die geraffineerde koolhydraten? Uiteindelijk brengen ze ons lichaam niets bij. Daar zit niks in, ze zijn geraffineerd. Dus dat wil zeggen dat alles daaruit gehaald is. Uiteindelijk, waarom eten mensen? Om goed te kunnen functioneren. Ja. Waarom zouden we dan iets eten dat ons niets bijbrengt? Alleen maar lege calorieën. Dus dat wil zeggen, als je die geraffineerde zaken eet, eigenlijk, het is zelfs nog erger. Door ze te gaan raffineren, hebben ze er heel veel vitamine en mineralen uitgehaald die ook belangrijk zijn en nodig zijn om te verteren. Dus wilt dat witbrood kunnen verteren in je lichaam, dan zal het jou zelfs beroven van een aantal vitamine en mineralen. Ja, ja. Maar sowieso heel veel koolhydraten, witbrood, leveren dus vooral lege calorieën. Dus dat wil zeggen, het enige wat je met die calorieën kunt doen, is ofwel gaan lopen. Dus dat is goed voor iemand die veel beweegt, die heeft veel calorieën nodig. Die kan ermee gaan lopen, ofwel wordt dat omgezet in vet. Maar voor de rest kan je lichaam daar eigenlijk weinig mee doen. Ja. En vooral, op zich wil ik niet spreken over in de natuur of in voeding van slecht en goed en het maakt zaken wel duidelijk. Maar het grootste probleem met heel die koolhydraten is dat de balans helemaal fout is. In die zin, we eten zoveel koolhydraten. We eten 's morgens brood, tussendoor eten we koekjes, dus weer koolhydraten. We eten 's middags brood bij de maaltijd, aardappel bij de maaltijd of pasta, weer die koolhydraten. 's Avonds eten we weer brood of we eten vlees. Het vlees op zich, vroeger was het vlees veel gezonder. Nu worden onze dieren vet gemest met granen, alweer granen. Dus dat wil zeggen dat ook hun vetsamenstelling is ook weer veranderd door ook weer al die granen te eten. Dus uiteindelijk, als nu liggen heel die groep van die granen onder vuur, maar het is vooral het te veel aan koolhydraten in ons, is de balans dat gewoon heel